Hij heeft er zoveel. Een hele goede eigenschap van hem is dat hij moeilijke dingen probeert toch begrijpelijk te houden. Maar dan is het ook wel goed om soms ietsje meer tijd te hebben, want dat betekent niet altijd dat het heel kort hoeft te gaan. Wat is de slechtste eigenschap van Vize de Zeeuw? Dat hij mij altijd met een Duits naampje aanspreekt. Welke? Han den Ersten. Dat is de slechtste eigenschap? Dat is de slechtste eigenschap van hem, ja. Wat is de beste eigenschap? Dat we samen altijd onbeduidelijk kunnen lachen. Ja. Wat is de slechtste eigenschap van Vize de Zeeuw? Adrie Duivenstein als een soort rode lap op een stier. Dus alles wat er in Almere gebeurt, of veel, in het collectief particulier opdrachtgeverschap, dat als je ergens Friso pissiger mee kon maken, dan was het wel succesverhalen rond het collectief particulier opdrachtgeverschap. Ja, dat was geweldig. Dus als je zin had om een beetje te stoken, dan begon je over... Nou, ik heb Adrie Duivenstein gesproken, die is toch met een mooi project bezig. Ja, dan ontplofte niet zo wat. Dus, En wat is zijn beste eigenschap? Ja, dat is gewoon zijn humor. Zijn interesse. Ik bedoel, om de 3 maanden kwam ik hem sowieso tegen bij Bouwfonds. En dan met zijn klapblokje, want dan was hij aan het optekenen met de hoogleraren van wat zouden die voorzinnig zeggen. En ik mocht aan mijn bijdrage leveren en dan was hij eigenlijk al bezig met zijn volgende artikel. En dan denk je, hij zakt wat weg, maar hij bleef zo scherp als wat. Wat is daarbij nou de slechtste eigenschap van Vize de Zeeuw? Dat hij zo eigenwijs is. Wat is inhoudelijk de slechtste eigenschap? Nou ja, ik denk wat hij net geschetst heeft, dat de grenzen nu verdwenen zijn. Dus hij kan nu naar zijn beleving alles zeggen wat hij wil. Maar ik denk, willen we kunnen genieten voor Nederland van zijn inhoudelijke kennis, dat het best goed is voor hem om af en toe nog dingen in de grens te houden. En als je de allerbeste eigenschap van Vize moet noemen, jij kent hem heel goed, wat is nou de allerbeste eigenschap van Vize? Nou, hij is heel scherp analytisch en hij heeft humor. En wat is in jouw ogen nou de beste eigenschap van Vize de Zeeuw? Gevoel voor humor. Gevoel voor humor. Oh, je wil nog meer horen. Ja, nou, dan maak je het lastig, Klaas. Ik vind altijd heel goed dat hij op het punt van de omgevingswet dan, dat is mijn referentiekader, dat hij positief kritisch meedenkt. Hij heeft zo af en toe wat ideeën waarvan ik denk, nou ja, klopt dat nou wel, Friso? Maar als je daar met hem over doorpraat, dan heeft hij toch vaak een punt wat ons weer scherpt in onze redeneringen. Wat vond jij van zijn eigen mild narcisme? Laat dat milde maar weg, denk ik. Wat is de allerslechtste eigenschap van Vize de Zeeuw? Ja, hij kan soms zo... ik noem het altijd mierenneuken. Maar ik weet niet of dat op film ook... hij kan soms echt mierenneuken, ja. De beste eigenschap van Friso is om de knuppel in het hoenderhok te gooien. De slechtste eigenschap van Friso is om de knuppel in het hoenderhok te gooien. Want hij is constant bezig met het aanzwengelen van discussies. Maar vervolgens moet hij wel zorgen dat hij de troepen om zich heen blijft verzamelen om de resultaten op de mat te krijgen. En wat natuurlijk geweldig leuk is, zoek nou eens 1 mens uit bestuurlijk Nederland die behalve besturen ook nog plezier heeft in drumspelen en zingen. De beste eigenschap van Friso is dat hij eigenwijs is. En de slechtste eigenschap is ook dat hij eigenwijs is. Dus als iedereen zegt, je moet daarheen, dan zegt Friso, nee, we moeten daarheen. Alleen uit dwarsigheid. En dat is een hele goede eigenschap. Gaat het wel altijd goed wat hij doet? Nee, gaat niet altijd goed, maar veel wel. Een aardige man. Sociaal voelend voor alles. Ja, goede eigenschap is dat hij natuurlijk alles op de agenda weet te zetten. Dat hij gebiedsontwikkeling op de kaart heeft gebracht. De beste, trouw. Ja, al heel lang? Al heel lang, ja. Ja, we hebben elkaar een jaar of 15, 13 geleden leren kennen. En toen ik zeg maar van mijn bergje afviel, Friso bleef trouw en loyaal. De beste eigenschap van Friso. De beste eigenschap is dat Friso altijd lol heeft en altijd zichzelf niet serieus neemt. En de slechtste eigenschap van Friso is dat hij denkt dat hij altijd gelijk heeft. En soms gelijk heeft, maar niet altijd. Okay, wat is de beste eigenschap van Vize de Zeeuw? Overal inzetbaar en blijft vriendelijk. Maar
Wat is de slechtste eigenschap van Friso te zeggen? Als er iets, denk ik, gebeurt wat niet helemaal in de planning staat, dan kan hij echt toch wel laten weten van dat was niet echt de bedoeling. Het slechtste van Friso is zijn ongelooflijke eigenwijsheid. En maar ik kan wel goed met hem lachen. En wat ik goed aan hem vind is, hij loopt op diesel. Hij blijft doorgaan. Nou, ik moet zeggen, ik heb wel eens met Friso een biertje zitten drinken op de Reeperbaan. Maar ik heb geen slechte eigenschappen kunnen ontdekken. Nee. De beste eigenschap is dat hij humoristisch is. Dingen heel goed oppakt, fine-tuned en daarmee aan de slag gaat. Slechtste? Slechtste. Ik heb heel veel gereisd met Friso. En ik let er altijd op, heeft hij zijn paspoort bij zich? Heeft hij zijn portemonnee bij zich? Hij is een beetje slordig. Dus als je daar niet helpt, raakt hij alles kwijt. Okay, Friso was mijn product. Ik zie je kijken, wat doet hij daarmee? Nou, Friso die wilde graag in de pers en ik was verantwoordelijk voor de persoptredens. Dus ik zorgde ervoor dat hij in de pers kwam. Een beetje met het verhaal, zodat het een beetje paste bij het beleid van Bouwfonds. Ja, de slechtste eigenschap. Friso is heel erg ijdel. Dus je mocht niet in zijn haren komen. En ja, dat soort dingen, daar was hij altijd een beetje, ja, hoe zou ik het zeggen, een beetje vrouwelijk in. Dus daar pesten we altijd een beetje mee. Maar verder niets dan lof. De beste eigenschap van Friso zijn zijn one-liners. Je kunt er gieren van het lachen, maar het gaat ook altijd ergens over. En hij weet het zo te verwoorden, neem het rompetje van net, dat het blijft hangen. Hartstikke goed. En je wil weten wat de beste eigenschap van Friso is? Dat is dat hij eigenzinnig en tegendraads is en origineel. En nu wil je weten wat zijn slechtste eigenschap is. Dat is dat hij eigenzinnig is, eigenwijs is en origineel. Zijn beste eigenschap is dat hij geweldig dingen kan verbinden. Hij is inhoudelijk slim en hij weet ook nog iets voor elkaar te krijgen. Dat is heel knap. En de slechtste eigenschap? Hij is erg ongeduldig. Zijn beste eigenschap is in mijn ogen zijn humor. De beste eigenschap is met een hele hoop humor dingen los weten te weken en breken. En hij kan heel goed standpunten verwoorden. Ik ben er wel eens jaloers op. Zijn allerbeste eigenschap? Ja, zijn recalcitrantie. Ja, niet met de meute meegaat. Iemand die zijn, ja, zijn eigen visie heeft. En, ook wel, toch wel, ja, ook wel met nieuwe ideeën. Komt tegen de stroom ingaat, hè, durft te gaan. Kwetsbaarheid, dat is wel zijn beste eigenschap. Ja, en hij zou misschien iets meer nog open kunnen staan voor anderen, dat wel. Als je een slecht eigenschap moet noemen. Dus dat hebben is, we hem toch te pakken. Heb je hem toch te pakken, ja. Hij is wel onderhoudend, maar praten doet hij niet.